Het Easy Park Assist systeem helpt u bij het parkeren. Deze functie wordt geactiveerd via de knop op de middenconsole. Het ingebouwde waarschuwingslampje in de schakelaar gaat branden en het multifunctionele scherm verschijnt. Het systeem kan 4 soorten manoeuvres uitvoeren. File inparkeren, loodrecht parkeren, schuin parkeren, file uitparkeren. Kies het gewenste soort parkeermanoeuvre in het menu. Loodrecht, file of schuin en bevestig de manoeuvre. Zet de richtingaanwijzers aan de gewenste zijde aan. Zolang de rijsnelheid lager blijft dan ongeveer 30 km per uur, nemen de ultrasoonsensoren van het systeem de beschikbare parkeerplaatsen waar. Wanneer een plaats wordt gedetecteerd, wordt deze weergegeven op het multifunctionele scherm met de letter P. Tot het bericht stop verschijnt en er een geluidssignaal klinkt. De manoeuvre wordt dan doorgestuurd naar de auto en de bestuurder hoeft niet meer aan het stuur te draaien. De bestuurder moet echter een versnelling selecteren en het gaspedaal en de remmen bedienen. En de instructies volgen die op het multifunctionele scherm verschijnen. De bestuurder wordt ook geholpen door de klassieke parkeerhulp. Nadat de manoeuvre is voltooid, dooft het waarschuwingslampje P op het instrumentenpaneel, klinkt er een geluidssignaal en verschijnt het bericht: manoeuvre beëindigd.